Rondje Spiegelwaal, de 9 kilometer lange wandeling vanaf NS-station Lent door het nieuwe Rivierenpark, is genomineerd voor de mooiste wandeling van 2017. 14 tochten zijn genomineerd, maar wat maakt deze wandelroute in Nijmegen-Lent nou zo bijzonder? We staan op de dijk langs de Waal, bij de ingang van de Nevengeul. Die is gegraven door Rijkswaterstaat om de wateroverlast van Nijmegen te beperken. En we gaan zo een dam bekijken die heel laag is. En als de Waal hoog staat, stroomt het water daar overheen en dan gaat het daar allemaal in. De route is zo speciaal omdat die alle facetten laat zien van de Nevengeul, de Spiegelwaal. En ook het eiland wat daardoor is ontstaan. En de prachtige bruggen die zijn aangelegd, waaronder een speciale wandelfietsbrug met tunneltjes. En je ziet het landschap, want de wandelroute begint op station Nijmegen-Lent. Dan loop je eerst even door het dorp. Je kan nog een bakje koffie doen en dan ga je over weilandjes en door bosjes kom je op deze dijk uit waar we nu staan. En dan loop je helemaal het eiland af en je ziet al die bruggen en alle bezienswaardigheden onderweg. En dat maakt de wandeling heel bijzonder. En daarom is die ook zo vaak gedownload en ook genomineerd om de mooiste wandelroute van 2017 te worden. Ik vind het leuk dat deze wandelroute is genomineerd, want het laat echt zien hoe wij Nederlanders een landschap maken en een eiland maken en hoe we met water omgaan. Daar zijn we toch wel zo keigoed in. En dat is leuk om dat in deze wandelroute te laten zien. Ik verwacht van de uitslag, ik wacht het even af, want het is altijd best wel heel spannend, want er staan ongeveer, geloof ik, 15 wandelroutes genomineerd. En het is aan de wandelaars, aan de bezoekers van wandelzoekpagina.nl, wat zij kiezen. Op het idee gekomen om deze route uit te zetten ben ik omdat ik al 5 tot 10 jaar geleden in de gaten had dat hier heel veel ging veranderen. Rijkswaterstaat ook is ook aan de slag gegaan. Ik wist dat er een eiland zou gaan ontstaan. Nou, bij nieuwe projecten wordt altijd de recreatie meegenomen. Dus ik wist al, er komen mooie wandelpaden en interessante wandelmogelijkheden.